De ASO van deze week rijdt op de N837 richting Driel en is nogal een ongeduldige bestuurder. Hij maakt al duidelijk dat het wat hem betreft niet hard genoeg gaat, door bovenop zijn voorligger te zitten. Als het bij het verkeerslicht weer een tweebaans weg wordt, grijpt deze vlugge Jaapie direct zijn kans om zo ver mogelijk vooraan te kunnen staan. Maar daarbij heeft hij totaal geen oog voor het overige verkeer. Als je naar de beelden kijkt, heeft het er alle schijn van dat deze ASO dodelijk doorrijdt, nadat hij notabene zelf een aanrijding heeft veroorzaakt. Want hij is daarna in geen velden of wegen meer te bekennen. Het mag duidelijk zijn dat het doorrijden na een ongeval gewoon een misdrijf is en dus strafbaar. Werkelijk te bizar voor woorden. Weet u meer over dit ongeval of heeft u zelf iets gefilmd op de weg? Mail het ons en wie weet komt uw video de volgende keer in ASO van de Week.